van. Ik heb er zwaarder mee dan ik dacht. Goedemorgen, welkom bij een vlog. En niet zomaar een vlog. Dit is de verhuisvlog. We gaan verhuizen! Yeah. En dat kan je zien, want alles is leeg en dozen en dit moet ik allemaal inpakken. En dan gaan we er vandoor. Dan gaan we naar een ander pand. De allerlaatste dag, Kevin. In dit pand? In dit pand. Ja, niet, niet ooit. Nee, het ging goed, Kevin, tussen Trump en Kim Jong-un. Ik heb hem aan. Oh mijn god, hij past echt perfect. Ik ben zo blij! Ja, ik vind het echt leuk. Ik moest er helemaal zo misgegaan. Ja, ik weet niet wat ik moet doen. Het zit er helemaal in. Oh, to the E. To the E. E-Y-O-U-C. To the E. To the A. To the S-T-E-Y, girl, you're tasty. Gaat lang door. To the L-I-C-A-O-U-S. To the. Waarom doe je niet mee? Ik ken het liedje. Wat? Ken jij Privileges niet? Jezus, wat is dit allemaal? Hij werkt bij een internetbedrijf, hè? Zoals je ziet. Skincare. Ja, je mag het hebben. Jongens, ik word hier zo gelukkig van. Maar dan moet je wel beloven dat je het gebruikt. Ik ga het sowieso gebruiken. Hi guys! So, this is my new skincare routine. De laatste dag, jongens. De allerlaatste dag. Wow. Dit is... De laatste keer. Ik weet jouw kaartje. Het is helemaal warm van. Dit was hem. De laatste keer. De laatste keer. Gezellig. Op een nieuw pand. Nieuwe dingen. Ja. Alles is goed. Ik ben gewoon heel erg. Ik kan niet tegen al die. Sorry. Ja, dat komt door mij. Ik ben een beetje. Ik moet eerlijk toegeven. Ik heb er zwaarder mee dan ik dacht. Ja. Ik vang dat op, denk ik. Ik kom eraan. Goedemorgen, het is maandag en ik ga naar mijn werk. Ik moet helemaal ergens anders naartoe, want nieuw pand en verhuizen en... Waarom zeg ik dit allemaal? De dag begint goed. Ik heb de tram al gemist. Gek. Het goede nieuws is dat de trams om de 2 minuten komen. Het slechte nieuws is dat ik in kauwgom ben gaan staan. Dus nu plak ik mijn schoen. Ik weet ook niet waarom ik de vlog nu hier open. Ik dacht, mooie licht. Het is weer echt onnodig materiaal. Maar ik denk dat Tess het er sowieso in gaat doen, want die vindt het leuk om een beetje voor gek te zetten. Dus thanks, Tess. Goedemorgen! Oh mijn god! Oh. Welkom op het nieuwe headquarters. Oh mijn god, jongens! Het is echt een kantoor, jongens. Oh ja, deze ga ik nog een keertje jatten. Oké, kijk, hier heb je meetingruimtes. Tadada. Tadada. En hier komen wij straks te zitten. Jongens, het is gewoon echt een kantoor. Waar zit ik? Oh, kijk nou. Malou Keizer. Dat ben ik. Oké, we weten niet zo goed waar we moeten zitten. Ik heb hier maar even mijn iMac neergezet, want ik zat daar eigenlijk verloren. Kijk, Tina die rent weg. Die is helemaal in paniek. Maar weet je wat wel vet is? Kijk, deze bureaus kunnen omhoog. Dus wat je kan doen is staand werken. Ik weet niet of we dit al in een video hadden gezegd. Het ding is dus nu, Beautify en Ensemble zijn nu samen een cluster. Wat inhoudt is dat het natuurlijk nog wel 2 aparte titels zijn. Dus Ensemble is Ensemble, Beautify is Beautify. En Ensemble heeft een hele andere schrijfstijl en tone of voice dan Beautify. En ook een andere soort artikelen. We schrijven allebei over lifestyle, over fashion, over...
al die andere omgaan. Dus wij zijn nu een soort cluster. Dus dat heet een lifestyle cluster. En dat houdt in dat we dus elkaar helpen. En Jasmin is dan de leider van die twee clusters. Vandaar de verwarring waar we nou moeten gaan zitten. We hebben twee eilanden, dus één Beautify Ensemble. We zitten best wel ver van elkaar af. Langzaamaan krijgt het vorm. Zijn we alles aan het indelen. Alex heeft altijd dus fun facts. Dit heb ik laatst naar Tessa. Wist je dat SpongeBob in het Spaans Bob Esponja heet? En mijn naam is Bronier. Esponier. Wist je dat een knoflook uit een ui groeit? Nee, oké, wist je dat een ananas op een plant groeit? Tess zit nu trouwens achter mij. Hey Tess! Het is zeg maar nu de eerste lunchdag hier. Hoe vind jij dit? Ik vind het heerlijk, kijk dit. En dan is dit toch niet helemaal af? Nou, yom 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 yom. We gaan lekker eten. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe dag op een nieuwe kantoor. Het is een beetje een rommelige vlog, denk ik. Want we hadden eigenlijk allemaal een beetje verwacht dat we hier zouden komen. En dat het eigenlijk al een soort van af zou zijn. Ferment.nl. Dus waarschijnlijk pas over 2 weken is het allemaal een beetje geregeld. Die meubels moeten gedaan worden. Nou, hier staan nog allemaal dozen. Alex en ik hadden het idee om misschien zo'n challenge te doen weer bij de Action. Om dan een soort van interieur dingen te gaan kopen. Om te kijken of we voor 100 euro ons kantoor helemaal leuk kunnen fixen. We nemen jullie deze week gewoon mee. Misschien volgende week. En dan kijken we wel eventjes wat dan het eindresultaat is. Het moet natuurlijk ook niet eeuwen duren, deze verhuisvlog. Ik kan jullie nu wel even laten zien hoe het er nu uitziet. Het is zeg maar nog echt niet super gezellig. Hier zit het lifestyle cluster. Dus dat is dat Beautify Ensemble bij elkaar. Dan gaan we dus deze deur door. En dan komen we hier dus in het café. Wat dus nog niet af is. Tadaa. Hier komt dus een hele videostudio. Dus er komt een green screen en van alles. Het is echt een professionele setup. En er komt hier een soort podcastruimte. Hey, kijk, daar is Mark. En Mark rent. Mark! Hi. Hi. Oké, ding. Kijk, hier zit Anja. Hi. Dus als je hier binnenkomt, is dit je uitzicht. Vernies, daar ben je! Hey. Yay. Dit is projectmanagement. Ja. Daar is de agency. En hey. Hey, ja. Wat heb jij een goed plekje zo? Ik heb een goed plekje, hè? Ja, je hebt echt goed overzicht. Hey, ik wil eigenlijk langzaam zo een beetje naar de uitgang. Oh ja. Maar deze deur mag je niet gebruiken. Nee, maar ik ben echt een rebel, hè? Ja, dat is waar. Zie je mijn snor? Ja, omdat ik nu culinair columnist ben, dacht ik moet ook zo'n grote snor. Oui, oui, een Franse situatie. Ja, misschien moet ik hem nog een beetje zo'n puntje laten. Als je dat doet, ja, ik wil een compliment. Krijg je een euro. Hier zijn de mensen die het geld verdienen. De salesmensen. Hey, Laris. Nou, dat is het eigenlijk een beetje. 8 minuten lang aan bullcrap. Hallo! Jongens, ik ga de verhuisvlog afsluiten, want we zijn nu 2 weken verder en er is eigenlijk vrij weinig veranderd. Behalve dan het... Nee, het is nog steeds hetzelfde. Alex zit hier nog steeds. Ik dacht dat je weg was. Ik had gehoopt dat je weg was. Ik ga hem afsluiten en dan gaan Alex en ik nog wel eens een keertje zo'n leuke challenge doen. Dat we het kantoor gaan oppimpen voor een leuke budget prijs of zo. Laat maar weten of jullie dat wat vinden, want dan gaan we dat zeker doen. Voor de rest leek het me wel leuk om het team even aan jullie voor te stellen, want die is nu compleet. Ja, alweer. Ik heb het opnieuw gedaan. Ik heb het al een keer opgenomen, maar ik zag er niet uit, dus ik wil het opnieuw doen. Ja, even opnieuw, want het ging helemaal mis. 3, 2, 1. Deze kennen jullie allemaal. Dit is Alex. Hi. Jasmin. René. Tessa. En... Alleflor. You're the newbie. Yay. Hoe voel je je? Ja, echt zeer content. Kijk, we hebben slingers voor je opgehangen allemaal. Content. Content. Wat we zijn. Content engineer. Nou, dat is dus het team. Dus hier moeten jullie mee doen. Ik ben gewoon niet helemaal mee eens. Maar goed. Bedankt voor het kijken naar deze verhuisvlog. En tot de volgende keer. Maar weer groetjes. We laten nog wel even weten hoe het kantoor er zo later uitziet. Leuk hè, Alex? Alex is boos, want ik ben nu al echt al heel lang. Ja, dit duurt me allemaal veel te lang. Het duurt allemaal veel te lang. Nou, groetjes thuis, rij voorzichtig en tot ziens. Rij voorzichtig? Ja, als mensen rijden, moeten ze godverdomme voorzichtig rijden. Of niet een vlog kijken. Ja, wat is het?